Mijn naam is Henk-Jan Westeneng en ik ben artsonderzoeker in het UMC in Utrecht. En in het UMC zien we vaak patiënten met ALS. Mensen met deze ziekte hebben heel vaak de vraag hoe lang ze nog te leven hebben. En eerder konden we dat eigenlijk alleen maar voorspellen op groepsniveau. Dus we konden een gemiddelde geven. We zijn daarom groot internationaal onderzoek gestart. En op basis van dat onderzoek kunnen we nu veel nauwkeuriger en op individueel niveau een voorspelling maken van de overleving van ALS-patiënten op de dag van hun diagnose. Dit onderzoek is belangrijk om twee redenen. Allereerst is het belangrijk voor de patiënt, want we kunnen nu beter een behandeling op de individuele patiënt toesnijden. En we kunnen mensen ook echt een beeld geven van hun te verwachten overleving met deze ziekte. Daarnaast is het onderzoek ook belangrijk voor nieuw wetenschappelijk onderzoek, zoals medicijnstudies. Door dit model in nieuwe medicijnstudies toe te passen, kunnen we beter en sneller medicijnen onderzoeken en zo uiteindelijk een nieuwe behandeling of meerdere nieuwe behandelingen voor ALS vinden. Daarnaast hebben we de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek ook beschikbaar gemaakt voor artsen wereldwijd. We hebben dat gedaan door een online tool. En met deze tool kunnen artsen voor patiënten in de hele wereld een voorspelling geven van de prognose op individueel niveau. Het doel is dat het toegepast gaat worden in de spreekkamer als patiënten dat willen. We doen hier op dit moment in Nederland nieuw onderzoek naar hoe we het beste het gesprek over de prognose met patiënten kunnen voeren.